Goeiedag, ik ben Vincent Everts, Trendwatcher. En op 1 november mag ik bij de Low-Code, No-Code Summit in mijn favoriete mediaplaza een presentatie geven over de nieuwste AI-trends. Sinds december 2022 is het voor het grote publiek doorgebroken en gaan ontwikkelingen in een razend tempo. Maar AI gaat al terug tot 1950 en ik ga je laten zien hoe het heeft zich ontwikkeld. Binnen een jaar zullen alle kenniswerkers in alle software tools het gebruiken. En ik ga je een aantal van die tools laten zien die je direct morgen kan gebruiken. Natuurlijk de grote namen, ChatGPT, Midjourney, Bart, Facebook, Adobe, maar ook tientallen point solutions. En de mensen die er veel meer werken, rapporteren efficiëntieverhoging tot 100%. En wat betekent dit nou voor de low-code, no-code wereld, met partners zoals Usoft, WEM en BuildSimple? En wat gaat AI betekenen voor onze banen? Gaat het ons leven verbeteren of komen we in een pool van disinformatie terecht en gaat het onze dominante rol in de wereld overnemen? Ik zie ernaar uit om jullie 1 november te zien. Tot dan!